De eerste grote update van Fortnite Chapter 2 is een feit. En in deze video gaan we het hierover hebben. Wat is er nieuw? Wat is er veranderd? En wat is er leaked? En ook de map changes, voor zover ik ze kon vinden, gaan we behandelen in deze video. Als je deze video nu al super tof vindt, drop dan zeker weten even die like. Abonneer op de Veelgevraagd met het belletje aan. En gebruik even onze supporter creator code Veelgevraagd in de itemshop. En laten we dan gewoon maar meteen gaan beginnen met deze video. Laten we even beginnen met iets negatiefs. Namelijk, er zijn weer geen echte patch notes uitgekomen. Er is een soort van post uitgekomen met wel wat nieuwe dingen. Maar er staat niet in van deze gun is veranderd. Of dit is veranderd. Of dit is toegevoegd. Eigenlijk staat er alleen maar in dat er nieuwe dingen aankomen. Zoals Fortnite Mesh en dat soort dingen. Voor de rest eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus ik vind het jammer dat we niet meer de oude patch notes hebben zoals we dat eerst hadden. Maar het moet maar zo zijn. Laten we dan doorgaan naar de nieuwe dingen. Wat is er nieuw? Nou, ik heb eigenlijk maar 2 nieuwe dingen. En Matthijs heeft een van die 2 dingen sowieso al gepost. In de ochtendvideo volgens mij al. En dat is namelijk dat Fortnite Mesh om 2 uur vandaag Nederlandse tijd gaat beginnen. En ik heb heel veel leaks nog over Fortnite Mesh en hoe dat eruit gaat zien. Dus stay tuned daarvoor. Die komen dus bij de leaks. Die ga ik nu nog niet vertellen. Maar Fortnite Mesh gaat dus op 2 uur komen. Dat is geconfirmed in een tweet. Laten we doorgaan naar het volgende nieuwe ding. En dat is namelijk creative. Er zijn allerlei nieuwe creative dingetjes. Ik weet niet 100.000% zeker of die nu al in de game zitten. Want nogmaals, er zijn geen echte patch notes. Maar ik denk het wel. Dus daarom dat ik ze zo laat zien in bulkgewijs. Want ik ga niet alles van creative aan jullie laten zien in die detail. Want ja, ik doe gewoon niet zo heel veel creative. Dus ik heb er ook niet heel veel verstand van. Laten we doorgaan naar de veranderingen. We hebben een aantal veranderingen. Ook hier heb ik er weer niet heel veel van. Maar ja, nogmaals, we hebben geen patch notes. Dus het eerste verandering die we hebben is namelijk dat de Combine weer terug is. De Combine LTM, die LTM waar je kan schieten en de tijd moet neerzetten. Wat we ook aan het einde van chapter 1 hadden. Of het einde van seizoen 10 zou ik ook kunnen zeggen. Die is weer terug, maar die heeft een soort van reboot gekregen. Die heeft een nieuwe map. Je hebt geen grenades meer. Ik heb hem zelf even gecheckt. Hij is best wel leuk. Maar omdat er geen grenades meer zijn, kan je nu minder snelle tijd neerzetten. En alles zit net wat anders. Dus ga even checken. Ik vind het op zich best wel heel erg leuk. Mijn tijd is trouwens 1 minuut 58. En ik heb het 2 keer geprobeerd. Probeer het maar te beaten. Alright, de volgende verandering is de Pompoen Rocket Launcher is terug. Wat natuurlijk de normale Rocket Launcher. Maar iedere keer bij Halloween krijgen we dus weer de Pompoen Grenade Launcher. En die is er nu ook weer. Ik heb hem zelf nog niet helemaal gecheckt. Maar hij zal ongetwijfeld weer dat waaah geluid maken. In plaats van het normale RPG geluid. Dus ik vind het wel heel erg tof dat ze die in ieder geval weer terug hebben gedaan in de game. Gaan we door naar de volgende. En dat is namelijk replays. Die werken nog steeds niet. Ze hadden aangekondigd dat ze replays terug zouden brengen in de game. Want die waren namelijk gedisabled door een fout. Of een bug die ergens in het replay system zat. Maar replays is op het moment dat ik het opneem nog niet terug. En dat is best wel een grote issue voor bijvoorbeeld ons als YouTubers. Want wij willen graag mooie thumbnails maken. En die thumbnails maken we vaak door screenshots te nemen in replay mode. En dat kan nu niet meer. Dus dat is heel erg vervelend. Dat kan nog steeds niet, laat ik het zo zeggen. Gaan we door naar de map changes. Jawel, we hebben ook verschillende map changes. Ik ga er 2 behandelen. Het zou kunnen zijn dat ik er echt superveel heb gemist. Maar ik wil deze video even lekker snel online hebben. En als er heel veel andere map changes zijn naast deze 2 map changes, dan zal Matthijs waarschijnlijk het of in de ochtendvideo behandelen, of misschien nog wel een aparte video over maken. Maar de eerste map change is het grote eiland in het midden. Het eiland in het midden waar eerder zo'n huisje stond. Die is compleet weg. Het huis helemaal veranderd, het eiland. Want nu is het 1 groot paars eilandje, zien jullie ook. Met daarop een soort van, ja, hoe heet die ding ook weer? Van die vulkanische jump pads. Ja, het is wel grappig. En daar komen waarschijnlijk de zombies te spannen. Die komen dus niet over de hele map waarschijnlijk. Weet ik niet zeker. Maar die komen waarschijnlijk op die locatie. En hier gaat waarschijnlijk ook een bossfight gebeuren. Die bossfight kom ik zo meteen nog even de leaks even over op terug. Maar wat je ook zag in die clip van net, en als je het niet zag moet je even terugspoelen, maar waarschijnlijk was het je al wel opgevallen, is dat de hele wereld een beetje donkere gloed heeft. Het is allemaal net wat grijziger. Het is allemaal niet zo vrolijk meer. Deze map change zit daar trouwens nog niet in. In solo's, duo's, squads en eigenlijk de normale game modes. Maar wel in playgrounds. Dus dat is wel opvallend. Ik verwacht dat deze change zal komen rond 2 uur. Zodra we dus Fortnite Mesh officieel gaat beginnen.
Laten we dan doorgaan naar de leaks. En jongens, ik heb echt ziekelijk veel leaks. De eerste leak is... dat gaat eigenlijk allemaal over de Storm King. De Storm King is de boss fight die we gaan doen in waarschijnlijk een aparte LTM. De Storm King is een boss die we ook al een keer gezien hebben, volgens mij vorig jaar, bij Save the World. En die is nu ook in Battle Royale. En wij moeten daar dus tegen gaan vechten. Dit zijn trouwens de sound effects voor de Storm King. Die zal ik er nu even onder editen. Ja, zeker weten. Hele vette sound effects. Dan heb ik ook natuurlijk nog de Storm King zelf. Zo ziet hij eruit als een soort van 3D model. Zo gaat hij eruit zien. En ik heb nog een plaatje. Dit is een officieel plaatje die uit is gebracht in de patch notes. Of ja, patch notes van Fortnite. Zo gaat hij er dus uitzien. Zeker weten, heel vet. Verder is er ook nog geleakt dat het een LTM gaat worden. Daarom weten we dat zo zeker. Iemand heeft dat getweet en er zijn meerdere bronnen die dat bevestigen. Dus het gaat waarschijnlijk een LTM worden. Wat ik op zich een beetje jammer vind. Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat het misschien wel een soort van community event gaat worden. Waarbij we met z'n allen tegelijkertijd die boss moeten proberen te verslaan. Misschien gaat het ook nog wel gebeuren, hè? We weten het niet zeker. En als het een community event wordt, dan zullen we misschien nog wel live gaan om met z'n allen dus tegen de boss te fighten om hem te gaan verslaan. Houd de veel gevraagd even in de gaten. Zet dat belletje eventjes aan als je geabonneerd bent. En dan weet je dus zeker wat er gaat gebeuren en of het gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren. Dus hou ons even in de gaten. En ook Twitter zeker weten, handig om in de gaten. @teveelgevraagd. In ieder geval, de Storm King, daar krijgen we dus niet alleen die LTM bij, maar ook medals. Er komen dus medals met daarin verschillende achievements. Waarbij dus bijvoorbeeld dat je dus de, even kijken, Broke Storm King's Horn bijvoorbeeld, de first one. En dan heb je nog de Vita Storm King zelf. Dan heb je nog Broke Storm King's the second horn. Ja, er zijn van allerlei dingetjes die je dus kan krijgen. En je krijgt natuurlijk ook nog achievements voor knockout van de monsters en de weak spot van de monster. Dus het monster gaat waarschijnlijk meerdere weak spots hebben die we moeten gaan aanvallen. Verder hebben we ook een music pack. Die zal ik nu even in editen. Ja, en ook die muziek natuurlijk erg toepasselijk. Zeker weten, heel erg tof. Dat was eigenlijk alles over de Storm King. Even in het kort. Ik verwacht dus een LTM waarbij we die Storm King moeten gaan aanvallen. En iedere keer moeten we hem weer zien te verslaan. Dan zijn we klaar met de LTM. Maar ik hoop stiekem ook nog dat we een normale game gaan krijgen. Of laten we zeggen, in de normale game een soort van boss fight gaan krijgen. Die misschien wel dagenlang gaat duren. Maar daar is niks over bekend. Ik hoop dat alleen. Laten we doorgaan naar de volgende leak. En dat is wel echt de zieke leak. Dit zijn wel echt een aantal hele vette dingen. Er zijn namelijk 5 verschillende items / wapens geleakt. Wat ik er even bij moet zeggen is dat deze 5 wapens zouden misschien uit Save the World kunnen komen. Of uit een aparte LTM. Het kan ook zijn dat ze in een normale game komen. Maar er zijn nog wat verwarringen over. Laat ik het daarop houden. Dit eerste wapen is een nieuwe pistool. Het ziet er een beetje uit als een soort van... ik weet het eigenlijk niet. Het ziet er bijna uit als een SMG. Maar het is volgens mij een pistool. Dan hebben we ook nog een grappler gekregen. En hier zou ik heel erg vet vinden. En heel veel mensen vinden dit set waarschijnlijk als het in een normale game komt. Want er is natuurlijk te weinig mobility op dit moment in Fortnite. Dus dan zou het heel fijn zijn als deze grapple gun of grappler, hoe je het ook wil noemen, ook echt in de game gaat komen. Verder hebben we ook een auto shotgun. Tenminste, het lijkt op een auto shotgun. Deze shotgun kunnen we waarschijnlijk dus ook gaan verwachten in Battle Royale. Of het in een LTM is of toch misschien Save the World. Dat weten we niet zeker, maar ik wil toch even behandelen. Verder hebben we ook een sniper. Het lijkt een beetje op een automatische sniper. We moeten ook dit even afwachten. Maar hij ziet er sowieso heel erg dik uit. Gaan we door naar het laatste. En hier ben ik misschien wel het meest hyped voor. Namelijk een zwaard / speer. Ja, dit is op zich wel heel vet. Ik zeg al sinds het begin van Fortnite dat ik een melee wapen wil hebben. Waarbij je dus mensen af kan springen bijvoorbeeld. En hem kan slicen. Zo bam bam bam. In plaats van dat je hem moet slaan. We hadden dat natuurlijk in de vorm van een Infinity Blade. Alleen dit was geen succes. Omdat dat ding veel te sterk was. Maar dit is misschien wel een goede oplossing. Een zwaard of een speer waarmee ik dus kan slaan en kan gooien bijvoorbeeld. Ik zou het in ieder geval een hele vette toevoeging vinden. Laten we door naar de volgende. En dat is namelijk de emotes. Ik heb 2 emotes voor jullie, namelijk deze TikTok dance emote.
En dan heb ik ook nog een Pump It Up emote die ook heel vet is. Verder hebben we ook nog twee nieuwe rarities. Deze vind ik wel apart. Er was namelijk een tweet naar buiten gekomen van eventjes, laat me even dubbelchecken van wie dit ook weer was. Dit was van Silox, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval, hij heeft getweet dat er een Frozen Series en een Lava Series emote aankomt. Rarity. Dus dat is, je hebt nu natuurlijk Uncommon, Common, al die rarities. Maar er komen dus waarschijnlijk twee nieuwe rarities aan. Geen idee hoe dat eruit gezien en waar dat voor gebruikt gaat worden. Maar het is in ieder geval heel erg interessant. Laten we doorgaan naar de challenges. Ik heb twee verschillende challenges voor jullie. Die geleakt zijn namelijk de Fortnite Mesh challenges. Ik verwacht dat die vanaf 2 uur te gebruiken zijn. Dat je die dus kan halen, deze challenges. Moeten we even afwachten. Maar waarschijnlijk wel. Lijkt me wel logisch in ieder geval. Dan hebben we ook nog de Creative Curse challenges. En dit zullen waarschijnlijk challenges zijn die aankomende donderdag uit gaan komen of de week daarna. Laten we doorgaan naar de volgende leak en dat is namelijk banners. Jawel, we hebben verschillende leaked banners gekregen. En ja, voor de mensen die er heel van houden, ik vind het op zich ook wel dope. Er zitten een aantal hele toffe banners tussen. Waaronder dus bijvoorbeeld die van de Storm King. Gaan we door naar de loading screens. Jawel, we hebben twee verschillende loading screens. Namelijk de loading screen van week 4 en van week 5. Die van 4 zien jullie nu in beeld. En dan gaan we langzamerhand over naar de week 5 loading screen. Twee hele vette loading screens. Misschien dat ik nog wel een video over ga maken. Overigens of wat theorie over deze loading screens. Maar ja, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Omdat ik nog niet goed genoeg heb. Ik heb ze nog niet goed genoeg bestudeerd. Gaan we door naar de iets aparts. Namelijk een skin, namelijk de Hemlock skin. Zo heet deze skin. Die heeft iets aparts. Een soort van emote als je hem aandoet. En ik heb hier een video van, die zien jullie nu in beeld. Maar deze video is een beetje glitch, dus het klopt niet helemaal. Maar waar het op neerkomt is als je deze, laat me zeggen, equipped, deze Hemlock skin, dan krijgt hij een soort van aparte emote waarbij hij zichzelf echt tovert in die skin. Ik vind het wel een interessant iets. Dit kan heel erg leuk zijn voor in de toekomst voor andere skins. En we moeten het even afwachten. Volgens mij kan je deze Hemlock skin nog niet kopen. Dus we moeten even afwachten tot die available is. En dan kunnen we echt gaan kijken wat deze skin doet en hoe hij precies, of zij, het is volgens mij zij, werkt. Laten we doorgaan naar de volgende. En dat is namelijk de Darkfire Bundle. Deze Darkfire Bundle kunnen we zeer binnenkort verwachten. Matthijs heeft ook deze al laten zien in de ochtendvideo. Maar nu is die ook echt in de files gevonden. Dus dat is zeker weten dik. En laten we dan nog even doorgaan naar de laatste leak. En dat is namelijk de standaard leaks. Eigenlijk alle emotes, backblinks, pickaxes. Eigenlijk alles staat hier wel op. Jullie zien het eventjes nu langzamerhand. Zit er nog één encrypted ding tussen. Dat is die TBD, laten we zeggen. Daarvan weten we niet precies wat het is. Maar daar gaan we waarschijnlijk zeer binnenkort achterkomen. Dan wil ik even één ding uitlichten uit deze standaard leaks. En dat is namelijk de Storm Sail Umbrella. De Storm Sail Umbrella is een umbrella die we waarschijnlijk gaan krijgen zodra je een win gaat pakken in Fortnite Mesh. En waarschijnlijk gaat iedereen die dan ook kunnen krijgen, ook al heb je wel of geen Battle Pass, het maakt niet uit. Waarschijnlijk kan iedereen deze umbrella straks unlocken. Dames en heren, dit was alles wat ik had voor jullie over deze nieuwe grote update. Dit is de eerste grote update van chapter 2. Ik kan hier wachten tot we meer updates gaan krijgen met meer content. Ik ga sowieso kijken hoe Fortnite Mesh is en hoe dus die nieuwe LTM met de Storm King gaat zijn. Als er nog dingen zijn die ik heb gemist, dan zullen jullie die waarschijnlijk te horen krijgen in de ochtendvideo van morgen of in de aankomende week. Dus abonneer op de video, vraag bij het belletje, want dan ben je altijd up-to-date. Druk ook even op die like, klik ook even op de video's hieronder en ik zou zeggen tot de volgende keer en peace out. Doei!